weet niet wat het ding daar in de lucht is, maar dat lijkt op zon. Natuurlijk weer de enige Nederlander die het, zodra die zon ziet, gelijk een denim jeans aan doet met gaten, maar vervolgens op een boosterboard gaat staan en het ijskoud is. Alweer paarse klauwen. Maar goed, hier achter mij ligt het Graafsysteem in Rotterdam. Daar ben ik in 2008. Dat is gewoon pijn als ik het zeg. 2008, 10 jaar geleden inderdaad, afgestudeerd. En aangezien er zoveel leuke reacties op die vorige video waren gekomen, waar ik samen met Maarten erover had, hè, hoe je iedereen op verschillende manieren op de plek komt waar hij vandaag is, als filmmaker, dacht ik dat het heel erg leuk zou zijn om even terug te gaan naar hoe het voor mij was destijds. Hey, filmmaker tip. Gebruik een boosterboard en dan heb je Dolly en Slider in één. Niet de goedkoopste en ook niet de meest stabiele, merk ik nu. Maar goed, dat tezijde. Toen ik in 2004 een opleiding zocht samen met mijn ouders, toen kwam ik op een gegeven moment bij het Graafs Lyceum terecht. Omdat ik al een beetje digitaal bezig was, maar voor de rest ook echt geen idee had wat ik eigenlijk wilde gaan doen. En daardoor probeerden we in eerste instantie binnen te komen op een vormgeefopleiding. Maar ja, dat lukte niet, omdat een van de toelatingseisen was, dat moest ik kunnen tekenen. En dat, heel simpelweg, ik kan echt nog geen poppetje tekenen op een stukje papier. En daarom stuurden mijn ouders me op een gegeven moment naar een media managementopleiding. Omdat ze daarmee dachten van, daar leer je van alles wat. En daarna zie je het grotere plaatje en dan kan je misschien daarmee altijd nog ergens anders doorstromen. Nou, zo is het inderdaad even kort gezegd inderdaad gegaan. Maar ik heb nu foto's voorbij zien komen van een opleiding die ze nu aanbieden. Ja, toen ik dat zag, toen had ik echt wel zoiets van, nu is helemaal een goede reden om terug te gaan. Dus ik stel voor dat we even naar binnen gaan. Oké, het gaat er iets anders aan toe dan een aantal jaren geleden toen ik hier studeerde. Sowieso deed ik niet echt zoveel met camera's toen. Maar even voor de duidelijkheid, dit is de opleiding AV Design. Okay. Ja. Die beginnen dus in jaar 1 met FS5 en FS7. Mm-hmm. Aan het einde van jaar 1 en dan komen we daarna bij jaar 2. Dan komen ze dus in dit lokaal. En om even aan te geven, hier staan 17... Dit spreekt me niet, 17 Red Ravens. Ja, klopt, correct. Ja. Nou goed, er zijn natuurlijk wel heel veel studenten. Dat is dan nog wel de andere kant van het verhaal. Maar het feit dat ze 17 Red Ravens, allemaal custom beeld, custom statief, gemotoriseerde volle focus, de studio in 3 verschillende mogelijkheden, dus ja, greenscreen. Volledige beduistering, volledig daglicht als je alle gordijnen opengooit en een buitenstudio. Oké, hoe kan het dat op een gegeven moment, natuurlijk het is een lang traject geweest, maar op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt van dit is wat we willen gaan doen. Jullie zeiden, je wilde in eerste instantie met GH4's, dus wilde je wat doen. Ja. Toen misschien F5's, Sony F5's, en toen op een gegeven moment kwam je bij Red uit. Ja. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat jij een opsomtabelletje maakt. Ja. En op een gegeven moment gaat het onder de directie de neus. Ik bedoel, 17 Reds met alle toeters en bellen wat hier staat. Dat is echt. En we hebben niet alleen deze verdieping natuurlijk, maar dat is natuurlijk een gigantische investering. Ja, tuurlijk. Ja, je moet wel woord houden dat als je AV Design wil doen, zoals het woord ook zegt, en dat je ook voornamelijk een focus wil hebben op storytelling en postproductie, en daar komen we zo nog over te spreken met de faciliteiten van postproductie, is dat je dan ook wel het materiaal moet hebben om die postproductie te kunnen doen. Om color grading te kunnen doen, om visual effects te kunnen doen en compositing te kunnen doen. En er zit een bepaalde ondergrens aan kwaliteit die je daarvoor nodig hebt en de camera's die daarbij horen. En als je helemaal aan de camera gaat beginnen, dan alle accessoires die daar dan op aansluiten, hebben dan ook een bepaald financieel gevolg. Ja. En daar, als je woord wil houden om die opleiding te doen, ook voor de industrie, dan moet je daar ook op inzetten. En daar horen de financiële gevolgen bij. Maar dat is hoe de situatie zich voordoet. En daar heb je mee te dealen. En anders moet je niet die opleiding aan gaan doen. Nee. Goed, dus dit ongetwijfeld de ruimte die het echt wel even waard is om te laten zien. We staan hier, moet ik het goed zeggen, 32 werkplekken. Ja. 33 inclusief de docent. En dat is dus allemaal ingericht op editing, color grading en visual effects. Dus nu staan er nog iMacs. Die over 2 jaar dan weer vervangen worden door een iMac Pro. Een LG
die helemaal kleurgetrouw is, zodat hij in ieder geval het juist kan weergeven. HDR ready. HLG ready. Heel deze ruimte, die is custom made. Ja. In ieder geval ontworpen in huis en uiteraard daarna uitgevoerd door een ander. Geluidsdicht. Ja, absoluut. En lichtdicht. En Dolby Atmos Vision. En Dolby Vision rondom. Dan kan je ook nog eens een keer al het glas wat je hier ziet, kan je vervolgens... Oh god, nou, daar komt het. Dan druk je één keer op de knop en dan gaat alles naar beneden. Bijvoorbeeld net zoals nu. Is alles blauw. Blauw gebruiken jullie voor de color grading? Om materiaal te laten zien. Editing, kleine ledlampjes bovenaan de bureaus. Ja, en we kunnen hem ook naar color grading zetten. En naar color grading. Kijk dan. Ja, doe maar weer open hoor. Een keer. Zover gaan mijn ISO-prestaties niet. En dan is daar dan nog eens een keer de docent zit. En hier zit de student en die wil zijn werk laten zien. Door middel van glasvezel kan hij dus automatisch... Kan hij zien, nou, die zit dus aan bureau 8. Kan hij zijn project in één keer streamen naar de... grotere schermen, zodat de rest mee kan kijken. Of andersom, als de docent wat wil uitleggen. Die kan vervolgens niet alleen daar op de grote schermen laten zien, maar die kan ook vanaf zijn computer en ik alles doorsturen naar de computers van de studenten. Maar even serieus, jongens. Echt, wat een ruimte. Iedereen zijn eigen suite om te monteren, color graden. Ik ben echt 10 jaar te vroeg gestopt. Echt onvoorstelbaar. Ik ben gewoon echt even overdonderd met informatie en indrukken. Onvoorstelbaar wat ze daar allemaal hebben staan en wat ze ervoor gedaan hebben. Om te zorgen dat, nou ja, als je dit wil gaan doen, wat voor tools je aanbieden. En als je erover nadenkt, is het natuurlijk nog wel helemaal krankzinnig. Dat net zoals met camera's, dat elke maand komt er wel weer een nieuw uit. Dus die techniek die gaat zo onvoorstelbaar hard. Dan moet zo'n school dat ook kunnen bijbenen om vervolgens niet met oud apparatuur les te gaan geven. Want in mijn tijd, wederom opa verteld... Op het moment dat ik voor school kwam, was eigenlijk het stof die ik had geleerd, was alweer een beetje gedateerd. En eigenlijk wat zij daar nu hebben aan spullen en aan lesmateriaal, is beter dan een gemiddeld commercieel bedrijf. Alles wat zij daar hebben aan materiaal en dingen die ze kunnen leren, dat vind je niet eens bij een gemiddeld commercieel bedrijf. Zo high-end is het. Dus dat zegt ook wel iets over hoe ver ze met de toekomst bezig zijn. Dat ze nu al weten dat de nieuwste iMac Pro's daar komen te staan. Zodat ze in ieder geval, op het moment dat er weer nieuwe camera's zijn, die zijn weer zwaarder qua materiaal, moeilijker te verwerken, grotere bestanden, moeten die computers er ook in meegaan. Maar dus zo'n opleiding ook. En nee, ik word niet betaald om dit te zeggen, maar ik ben gewoon echt heel erg onder de indruk van wat ze daar aanbieden. Want als je erover nadenkt, dat ik ben dan na media management ben ik nog fotowaksel gaan doen om een klein beetje een creatieve opleiding te gaan doen. Maar daarna ging ik eigenlijk alles mezelf aanleren door middel van YouTube en alles gewoon proberen in de praktijk. En eigenlijk is het zo dat als ik nu nog iets bij wil leren, moet ik of een cursus van een paar dagen volgen die een godsvermogen kost. Of... Nou ja, echt een avondopleiding of iets anders bestaat er niet in dit vakgebied. Daarom denk ik ook heel erg dat zo'n editruimte, die wordt maar gebruikt tot 1 uur of 5. En daarna staat het stil. Niemand gebruikt hem in de avond. Dus het lijkt mij heel erg voor de hand liggend dat er een nieuwe soort stroming aan opleidingen komt. Dat voor mensen zoals ik, als ik nu zeg ik wil nu 1,5 jaar lang elke avond color grading leren. Dat het daar kan, want alle tools die zij daar hebben, ja, dat wordt nergens anders op die manier aangeboden. Het gaat natuurlijk altijd nog om wat je er uiteindelijk zelf mee doet. Ik ben aan de fotovakschool met hak overschoot geslaagd. Ik had een 6. En er zaten mensen in mijn klas die waren cum laude geslaagd. En die hadden afstudeerseries. Nou ja, daar was ik best jaloers op. Het zag er echt fantastisch uit. Maar ik weet ook dat er zijn veel betere filmmakers dan ik. Het gaat alleen in dit vakgebied ook niet. En zoals met zoveel dingen. Niet alleen over het ene dingetje, het filmen. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Op het moment dat jij niet jezelf kan verkopen of een praatje aan kan gaan met een ander. Ja, dan ga je die opdrachten ook niet echt krijgen. Dus dan wordt het ook weer een stukje moeilijker. Dus uiteindelijk is het echt wat je er zelf uit weet te halen. Mochten er nu studenten zitten te kijken die opleiding gaan doen, heel veel plezier en gefeliciteerd, want ik ben nu officieel jaloers. En als er nog ouders zitten te kijken en die de eerste afrekening van die opleiding inmiddels ontvangen hebben, gerust, gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Druk even die blauwe duim omhoog, ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan en ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!